De Kennedylaan is even niet zo goed bereikbaar. Pech Autodam, want voor de voetgangers is het een groot speelpaleis. Letterlijk, want Park Hilaria is er voor de 16e keer neergestreken. Vanaf het eerste moment staan Sander en Diana al met hun gebakskraam op Park Hilaria. In de winter zijn ze met hun kraam te vinden op het 18 septemberplein. In de zomer reizen ze het hele land door. Maar het liefst zijn ze toch in Eindhoven. Omdat het een soort mooie gesloten insteek heeft. Mensen heeft een soort parkmodel. Dat zie je bijna nergens. Dat is gewoon geweldig voor iedereen wat wils. Muziek. Vrolijkheid, het is hier gewoon heel super. We staan in onze achtertuin en de muziek erbij en het is heel speciaal. Eindhovenaren weer bekenden, onze vaste klanten, het is gewoon leuk. Het leuke aan het park is dat het anders is dan vroeger. Vroeger had je op allerlei punten had je kermis en nu is het centraal, eigenlijk op één plaats. Dus alles bij elkaar, daar vind ik het leukste ervan. 14 meters lang spelen we het spel. Bij Wimpy's rijden de prijzenpaleis het geluksspel. Wimpy staat nu voor het 8e jaar op Park Hilaria. 26 jaar lang bezocht hij als exploitant ook de Tilburgse kermis. Maar sinds 2 jaar kiest hij liever alleen nog voor de Eindhovense kermis. Ik moest naast de botswagentje staan en daar wou ik niet naast staan. Want voor het geluid en muziek. En ik had een ander spelletje en er komen oudere mensen bij mij. En de jeugd gaat naar de botswagentjes. Ja, en heb ik maar voor gekozen om maar niet naar Tilburg te gaan. Ik ben al 40, 45 jaar, met 3 generaties. Mijn vader deed het, mijn opa deed het. En zo ben ik erin opgegroeid. Een heleboel vaste klanten. Ze zeiden, hey, Wimpy, Wimpy. Nou, en daar heb je een naam opgebouwd, ook in Tilburg. Maar die gaat er helemaal door naar Eindhoven. En over 3 weken moet ik weer een weer doen. Dus, hey, Wimpy. En dat is heerlijk als je dat hoort. De kermis is bedoeld voor jong en oud. En zo heeft iedereen zijn eigen favoriete attractie. De kamelenrace. En waarom vind je dat zo leuk? Nou, ja, je kan winnen, prijzen en je kan tegen echt andere mensen spelen. Dat is leuk. En heb je het ook al gespeeld, de kamelenrace? Ja. En wat vind jij het leukste op de kermis? Een huis. Een huis wat de hele tijd in en weer gaat met allemaal dingen. Met hindernissen. Het is leuk, want je hebt ook van die lopende banden en dan ga je zo leuk omhoog. Wij vinden het leukste eigenlijk, wat we hier zo zien, is tussen de kermisattracties zelf. Dat er een gelegenheid is bij horeca, zitten, gezelligheid, tentjes, muziek, barretjes, eetgelegenheden. En, zoals hier ook, het lijkt een beetje Tirols, Duits. En dat vonden we wel leuk. Naast de gezelligheid moet er natuurlijk ook gewerkt worden. Omdat ik de kost verdien hierop. En als ik de kost niet meer kan verdienen, dan kom ik niet meer terug natuurlijk. Dan ga ik een andere kermis zoeken. Meestal op andere kermis hebben we nog wel eens last van het stelen van stroomkabels en inbraken. En daar hebben we hier geen last van, omdat constant bewaking is. Nog dit hele weekend kan er een rondje gezwieren gezwaaid worden op Park Hilaria.